Welkom bij deze nieuwe aflevering van Stellage. Een aflevering met louter en alleen Tielse politiek. We praten met Laurens Verspuy, de wethouder over cultuur. En we praten met de andere wethouder, Henk Driessen, over het jaar van de vrijwilliger. Dit is Stellage. Ik ben Servaas Jacobs. Henk, welkom. Wij gaan praten over het jaar van de vrijwilliger. Nou heb ik gelezen, Henk, dat is in zijn oorsprong een Europees gebeuren. Ja, 2011 is uitgeroepen als Europees jaar van het vrijwilligerswerk. En dat is vorig jaar tijdens de begrotingsvergadering door de gemeenteraad aangegrepen om ook 2011 zeg maar het Tielse jaar voor het vrijwilligerswerk te gaan benoemen. Jullie vertalen het Europese gebeuren naar het plaatselijke Tielse gebeuren. Ja. Zo belangrijk vinden jullie het vrijwilligerswerk? Dat is correct. De hele maatschappij bestaat tegenwoordig uit vrijwilligerswerk. En om dat te ondersteunen, maar ook te waarderen, heeft de Raad gezegd van geacht college, willen jullie, en er is ook een budget voor beschikbaar gesteld, willen jullie in 2011 ruim aandacht gaan besteden aan het vrijwilligerswerk. Je zegt er is ook een budget voor beschikbaar gesteld. Heeft dat ook te maken met de bezuinigingen die natuurlijk landelijk strak worden aangezet, dat je meer vrijwilligers nodig hebt? Ja, zo zou je het kunnen vertalen, want ik zou bijna zeggen, helaas moeten we daar rekening mee gaan houden. Ja. Het is niet direct de insteek geweest. We willen daarmee eigenlijk het belang van het vrijwilligerswerk in zijn algemeenheid ondersteunen en het werven zeker meenemen. Want laten we wel wezen, het zoeken van de juiste vrijwilliger op de juiste plek kost nogal wat moeite. Hoe breed is dat als je het hebt over vrijwilligerswerk? Ik kan me iets voorstellen bij sportverenigingen, besturen, mantelzorg. Wat is er allemaal op jullie netvlies? Heel breed. En dat blijkt ook wel, want als je zelf even nadenkt en ook de kijkers thuis. Ja. Je hebt sowieso 5 of 10 soorten vrijwilligers bij elkaar gezocht. Terecht wat je zegt, het sport, of het nou de scheidsrechter is of de begeleider van een team. In het ziekenhuis niet te vergeten, verzorgingshuizen. Maar ook in de kerk, scouting, zo heb je er een hele hoop. Eindeloos. Ja, eindeloos. Ja. Wat gaan jullie nou, Henk, precies doen? Het klinkt heel algemeen, het Europees jaar van de vrijwilliger. Jullie hebben een budget gekregen en een opdracht gekregen van de gemeenteraad, wat je net zegt. Wat ga je precies doen? We hebben een heel programma gemaakt en we zijn nu ongeveer halverwege het jaar. Maar een paar dingen eruit te halen. Nog niet zo lang geleden is de beursvloer geweest, waarbij er ook in samenwerking met bijvoorbeeld Mozaïek gewerkt is naar, om zo maar te noemen, matches, waarbij bedrijven zich beschikbaar stelden om een match te krijgen met vrijwilligers. En dan kun je denken, dat heeft bijvoorbeeld de gemeente voorgesteld, een bepaalde organisatie moet het doen met vrijwilligers. Die hebben natuurlijk niet altijd alle know-how in huis. En wij hebben gezegd, wij hebben een professionele afdeling communicatie. En dan gaan wij voor die organisatie de communicatie mee verzorgen. Zo zijn er diverse dingen geweest. Bijvoorbeeld daar waar aandacht nodig is voor financiële zaken. Zou je iemand gespecialiseerd in financiën ook weer kunnen sturen ter ondersteuning. Dus via die beurs hebben jullie specialisten van de gemeente bedrijven helpen zoeken naar vrijwilligers? Nou, veel bedrijven hebben daar acte de présence gegeven, waaronder ook de gemeente. He, dus die hebben ook zelf actief meegedaan. Ja. Met als doel om daar niet alleen een eenmalige actie uit te halen, maar eigenlijk een beetje duurzaam, dat er eigenlijk wat vaste contracten en contacten gaan ontstaan. Dat is een idee. Dat hebben we al achter de rug. Nou, even vooruitkijken. Nou, een heel belangrijke die ik nu even wil gebruiken dit moment is een oproep te doen naar vrijwilligersorganisaties, vrijwilligers, om vooral de site van Tiel of van Mozaïek Welzijnsdiensten te gaan bezoeken. Ja. Of in de Tiel Actueel te kijken voor een award. Nederland heeft 4 awards, gaan ze er straks uitreiken. Dat doet Tiel aan mee en Tiel zou je kunnen beschouwen als een soort voorronde. Dus daar nodigen we mensen voor uit. Die gaan dan straks door naar het landelijke, maar er zit ook een geldprijs aan verbonden. En dan moet je denken dat is competentie, passie, innovatie en verbinding. Dat zijn de 4 hoofdthema's waarop beoordeeld gaat worden straks. Even voor mijn beeldvorming. Uiteindelijk komt er iemand uit Tiel in een landelijke competitie terecht. Zo moet ik het begrijpen. Per award. Daar zijn 4. Per award. Dat zijn er 4. Die heb je net opgenoemd. En je bent nu in Tiel mensen aan het verzamelen. En dat is de oproep die je doet om vrijwilligers te vinden die daarvoor in aanmerking kunnen komen. Of organisaties uiteraard. Dan moet je ook gaan selecteren. Dan moet je een prijswinnaar aan
wijzen. Ja. Hoe ga je dat organiseren? Daar wordt een jury, of ja, is eigenlijk al een jury voor samengesteld. Bestaande uit mensen die te maken hebben met vrijwilligers. Een heel mooi voorbeeld wat ik kan noemen is Bobby Traxel, een wielrenner, ja. Een profielrenner, ja. Geboren in Tiel en veel in Tiel nog te vinden. Die weet als geen ander wat voor een belang vrijwilligers zijn. Dat zijn de mensen met vlaggen, wegafzettingen. Ook vanuit Mozaïek zal er iemand bij zijn die dat mee beoordeelt. We hebben een journalist bereid gevonden om daarin, ja, mee te kijken. En zo uit diverse hoeken, ja, de mensen, de genomineerden te gaan die beoordelen. Die moeten wij aanmelden, zal ik maar zeggen. Ja. Dat is de oproep die je doet. Dan doe je die selectie. Dan zal er ook, naar ik aanneem, dat eindigen met een prijsuitreiking. Ja. Uiterste inzenddatum is 1 september. 1 september. Ja, daarna gaat de jury aan de gang. En de bedoeling is dat op een vrijwilligersdag, op 8 oktober, dat bekend gemaakt gaat worden wie dan doorgaat naar de landelijke. Dan hebben we 4 Tielse winnaars voor die 4 vrijwilligersonderwerpen. En die gaan aan de landelijke wedstrijd, mag, ja, ik het even noemen, ja, meedoen. Die worden dan door ons als gemeente voorgedragen voor die wedstrijd. Oké. Mooi verhaal, Henk. Goed initiatief, denk ik. Europees, landelijk en in Tiel. Geef nog even aan hoe we nu die mensen kunnen aanmelden. Die mensen kunnen zich aanmelden. De informatie is te vinden op de site van de gemeente. Maar als de site wat moeilijker is te benaderen, gewoon een briefje naar de gemeente ter attentie van communicatie onder vermelding van vrijwilligerswerk. Komt allemaal goed. Oké, okay, gaan we doen. Stadstv maakt nog een paar filmpjes. Dat voeg ik even toe aan wat Henk verteld heeft. Henk, dankjewel. Jij ook bedankt. In deze stellage extra aandacht voor cultuur. Bij ons Laurens Verspuy, onze wethouder van de stad Tiel. Laurens, er is een evaluatierapport verschenen over je beleid vanaf 2007. Jouw beleid, mag ik zeggen, volgens mij. Maar in ieder geval het beleid van de gemeente. Precies. Het evaluatierapport heb je hier op tafel gelegd. Dat is er. De highlights eruit. Ja, in 2007 heeft de gemeenteraad de cultuurnota promotie en participatie vastgesteld. Dat zijn ook meteen de twee pijlers onder het cultuurbeleid van de gemeente Tiel. Promotie, zorgen dat Tiel zich profileert als centrumstad in de regio. Ja. En dan ook met name op het gebied van cultuur. En participatie, zorgen ook dat er voldoende deelname is van de Tielse bevolking aan cultuur. Dat ze daaraan deelnemen, proeven. Alles wat te maken heeft met de deelname aan cultuur. Dat was het beleid? Dat was het beleid. Nu is er geëvalueerd. Yes. Wie heeft dat gedaan? Dat hebben we uitbesteed aan iemand die van buiten naar Tiel heeft gekeken. Ook met de beleidsnota in de hand van wat is daar nou van terechtgekomen. Dat is wel onder auspiciën gebeurd van de gemeente. En dat bieden we nu aan de politiek om daar de discussie over te voeren. Aan de raad aan. Ja. Maar degene die het geweest is, wil je misschien even noemen, maar die is dus echt in de helikopter gaan hangen. En die heeft gekeken, wat is daar nou gebeurd? En dat staat hier. Ja, Maaike Cox heeft daar de afgelopen, ja, maanden vanuit een helikopter naar gekeken. En daar conclusies aan verbonden van hoe we dat in Tiel doen. En even heel, heel vlug, wat is het belangrijkste wat hij concludeert? Nou ja, wat duidelijk naar voren toegekomen is dat de afgelopen jaren de deelname aan cultuur in Tiel fors is gestegen. Het aantal bezoekers van het museum is fors gestegen. Bevindt zich echt op een duidelijk hoger niveau dan voor 2007. De Schouwburg trekt veel meer bezoekers. Dat is ook het filmtheater in deze zin positief schuldig aan. Ook ruim 4000 bezoekers. Het op één na grootste filmtheater in Gelderland. Ja. De Plantage doet het gewoon hartstikke goed met heel veel leerlingen uit Tiel die daar naartoe gaan. En wat een ontzettend belangrijk punt is geweest, is dat we de cultuureducatie versterkt hebben. Van groep 1 tot en met groep 8, alle basisschoolleerlingen in Tiel komen in aanraking met cultuur, ook via de culturele instellingen. En dat zien we dan ook weer terug in de bezoekersaantallen. Dus we zitten echt, dat is wat het rapport aangeeft, we zitten echt in de lift wat, ja, betreft de cultuur in Tiel en de ontwikkeling ook van kinderen in die richting. Ja. Dat is een mooie conclusie.
Daar ga je met de gemeenteraad over praten, neem ik aan. Dat is dan van daaruit weer de basis voor het beleid voor de komende periode? Klopt, we moeten met de commissie samenleving in debat gaan van goh, één, van wat vinden jullie van dat evaluatierapport? Maar twee, ook van wat is nu de toekomst voor cultuur in Tiel? We hebben een uitstekend amateur kunstklimaat. Ja. Er wordt ook volop aan meegedaan. Ja. Hoe zorgen we dat in stand houden en daarop voort kunnen borduren? West-Luidense Poort is natuurlijk in ontwikkeling. Ja. Nou, daar moeten nogal wat dingen gecombineerd worden. Dat is volgens mij een ontzettend grote kans om ook nog meer samen te werken tussen die culturele instellingen. Om nog meer uitstraling naar buiten toe te krijgen. Nou, zomaar een aantal highlights. Die voor de nabije toekomst van groot belang zijn. Ja. Nou is er natuurlijk nog een andere factor. Ik kan geen krant openslaan. Of meneer Halbe Zijlstra, onze staatssecretaris, die staat daar. En ik lees alleen maar van dit draait hij de nek om, dat draait hij de nek om. En wat ik begrijp is het topje van de cultuur. Hè? Nou, dan heb ik het ineens over concertgebouwen, orkesten en zo. Dat houdt hij in stand. Maar als je die basis weghaalt, dan valt het toch op den duur natuurlijk om. Dat is wat ik lees. Hebben jullie nou plaatselijk daar ook last van die staatssecretaris? We hebben daar in die zin last van dat er een groot aantal indirecte gevolgen zichtbaar worden van de maatregelen die het kabinet neemt. Bijvoorbeeld de verhoging van de kaartjes bijvoorbeeld voor theater. Worden gewoon duurder. Worden gewoon duurder. Hier ook. Ja, dus hier ook. De economische wetmatigheid betekent dat dan dat het moeilijker is om kaartjes te verkopen. Dat andere activiteiten daardoor voordeliger worden om naartoe te gaan. Nou, dat is één zorgpunt. Dus de vraag hoe dat zich gaat uitwerken de komende jaren. Ander punt is natuurlijk dat het kabinet fors snijdt in de zogenoemde productiehuizen, het talent in Nederland. Ja. En dat vertaalt zich uiteindelijk straks in minder aanbod en minder kwaliteit in de top. En dat betekent wat voor voorstellingen die worden aangeboden. En zie je als plaatselijk wethouder, als onze wethouder op dit punt, zie jij kans om dat het hoofd te bieden, dat het toch door kan gaan en dat we daar niet, laat ik maar zeggen, veel last van hebben, of liever helemaal geen last van hebben? Nou ja, de grote landelijke ontwikkelingen, dat is natuurlijk ontzettend lastig om je daar als Tiel voor af te sluiten, dat allemaal langs je heen trekt. Ja. Daar krijgen we ongetwijfeld iets van mee. Maar we kunnen ook gewoon heel veel zelf doen. We hebben een ongelooflijk goede infrastructuur. We hebben een ongelooflijk bevolking die daarvan geniet en die daaraan deelneemt. Ja, daar zijn we als gemeente zelf bij om dat de komende jaren te bewaken. En daar mag ik als inwoner van Tiel gewoon op rekenen dat gaat gebeuren? Nou ja, dat is de inzet natuurlijk vanuit het gemeentebestuur. Ongetwijfeld breken er nog lastige tijden aan met bezuinigen. Vanuit het Rijk worden ontzettend veel taken overgeheveld. Dus daar moeten we in de toekomst ook goed naar kijken om dat op te vangen. Maar ik ben ervan overtuigd dat met wat we hier in Tiel hebben, dat ontzettend uniek is in de regio. En dat we daarmee Tiel ook op de kaart kunnen zetten als centrumstad. Het lijkt me een mooie afsluiting. Een wethouder die met zelfvertrouwen spreekt over de cultuur en de toekomst van de cultuur in Tiel. Dankjewel en we spreken hier ongetwijfeld nader in de toekomst nog over de cultuur in Tiel. Dankjewel, Laurens. Graag gedaan. Tot slot van deze aflevering van Stellage, de prijsvraag. Zoals u weet hebben we een foto gemaakt in Tiel, maar de foto is verminkt. Aan u om een oplossing aan te dragen. Weet u waar we de foto hebben gemaakt? Mail dan naar info@stadstvtiel.nl. En dan ziet u nu de oplossing van verleden week. Als u deze uitzending nog een keer terug wil zien, www.stadstvtiel.nl. Tot zover deze aflevering van Stellage. Natuurlijk komen we bij u terug met andere gasten. Tot de volgende keer.